beroep ben gaan uitoefenen is omdat ik graag smid wil worden. En waarom ik smid wil worden, dat weet ik niet, maar ik wil smid worden. Creëren op ambachtelijke manier, maak je nieuwe dingen, ook wel oude dingen. Maar vooral nieuwe dingen maken op de oude manier, met de oude gereedschap dat je vroeger hebt gebruikt. Dat vind ik wel heel interessant. Ik ben heel creatief bezig, ik creëer altijd wat. Je bent lichamelijk bezig en het is soms wel heel gevecht om iets voor elkaar te krijgen als het dan af is. Het is een arbeidsintensief beroep, dus daarom is het duur. Dus deze tijd waar we nu toch een beetje in zitten, is het lastig. Er zijn heel veel mensen die toch smid willen worden. Of ze nou jong zijn of ouder zijn. Er zijn mensen die zich om willen laten scholen. Omdat ze toch zeggen, nou wat ik tijd heb gedaan, vind ik niet leuk meer, ik wil het anders doen. Dat is toch wel voor smid kiezen. En heel veel mensen die een BWL-opleiding doen, dat soort dingen die er ook voor graag smid willen. We staan al heel lang, we staan al 31 jaar, dus dat heb je wel een naam opgebouwd en heel veel ervaring ermee. En we staan voor ons product en er staan natuurlijk wel meer mensen voor het product, maar wij ook zeker. En dat proberen we echt hoog te houden. Andere beroep erbij uit te oefenen. Niet alleen, want het smeden is nu wel erg mooi. Voor mij wel overkomt het doel omdat we een team zijn die met een aantal mensen die hier smeden. Dat we natuurlijk wel zorgen dat de opdrachten binnen zijn, de tekening klaar zijn, materiaal binnen ligt, afspraken zijn gemaakt. Dus er komt heel veel regelwerk bij buiten het smeden. Dat is wat minder leuk, vind ik zo. Het smeden is de mooiste fase. En daarbij vind ik de auto's bouwen ook heel mooi, dus dat zou ik dan nog wel erbij willen blijven.